Ik denk dat ik meer aan mijn statistiek kan werken, meer doelpunten en goals kan maken en gewoon echt belangrijk zijn voor het team als leider op en naast het veld. Ik verwacht dat hij ook weer een van de sterke oudschoolers helpt, zoals Jordy Crooks. Die ploeg sleept ook niet mee, hij is technisch goed, hij is tweevoetig, weet je niet. Hij ziet het allemaal, dus ik verwacht van hem toch wel meer dan vorig jaar. Ja, ik hoop toch proberen vaste basisspeler te worden of toch al meer minuten te maken. En Tien is nog jong, hè. Ik zeg dat dikwijls tegen hem. Hij is jong, maar hij is soms zo gefixeerd op. Ja. Het moet allemaal onmiddellijk. Hè. Ja. Het doel dit seizoen is de vaste waarde gaan worden. Je gaan invallen. En als je invalt, op de mensen die kans krijgt, paadstrook moet dat zijn. Hè. Vooral het omschakelen van aanval naar verdedigen, dat moet nog sneller en sterker gebeuren, intensiever. Omschakeling, dat wil zeggen zips, zips. Ja. Klein raket. Ja. Komt daar goed, hè? Dan zit je vertrokken, hè. Dan houden ze nummer tegen. Hè. Ja. Het is natuurlijk een team iemand die wil, maar je moet stappen zetten, want gelijk iedereen gaat hier komen, als je hard werkt wel. Ja, er zijn heel veel Belgen, ja. Ook omgeving Genk, dus dat is wel goed voor mij, dan kan ik veel carpoolen. Okay. Maar nee, het is een heel fijne groep met een goede mix.